Ja, het is een beetje iedere week hetzelfde. Ja, het is, ja, de eerste helft steed ook de bovenliggende partij, denk ik. Ondanks dat ik wel vond dat ze niet echt uitgespeelde kansen hadden. Ze werden wel heel gevaarlijk uit standaard situaties. En ik denk dat je de tweede helft wel beter op de rit hebt. En dat je dan op de verkeerde momenten een goal tegenkrijgt. Waardoor je weer een klap in je gezicht krijgt, zeg maar. Ja, het begint wel met de vrije trap van ons die niet goed wordt genomen op het middenveld. En ja, en daarna gooien ze hem in de diepte. En ja, ik loop schuin nummer 9. Ja, ik leg mijn hand op zijn schouder. En ja, ik vond het een zware beslissing. Maar ja, dan is het wel gewoon op het verkeerde moment. Want dat is gewoon in een fase waarin je ja, gewoon wel zo'n beetje onder druk hebt. En misschien wel de 2-2 had kunnen maken. Harkema Sabois die bij rust met 2-0 achter. Dus hij zei ik al, Sudoku Faro is beter. Hoe kan het dan zijn, best aan verschil werd? Krijg als vader Rieke toen hij het eigenlijk was om. Eerste helft goed, tweede helft slecht. Nou, eerste helft alleen niks in en tweede helft wilde wel. Ja, ik vind dat zelf ook een moeilijke vraag. Maar ik denk ook gewoon dat we gewoon een keer gewoon op moeten houden om excuses te hebben. En gewoon moeten voetballen, wat we echt wel bij Vlagen goed kunnen. En dat heb ik denk ik vandaag ook wel kunnen zien. We hebben een paar uitstekende aanvallen gehad. En ja, dat wordt dan jammer genoeg net niet beloond. En we moeten ook gewoon zorgen dat we veel minder fouten gaan maken. En ja, wie ze dan ook maakt, dat maakt geen zak uit. Maar het gaat allemaal wat te makkelijk. Ja, is het verhaal van de tegenstanders bent goed, Harkema Sabois kan het beter of zit er wel echt meer in? Nou, ik denk als je ziet tegen Quick Boys ook, dan heb je de eerste helft echt wel kans op 1 of 2 doelpunten. En ik denk dat je dat vandaag de tweede helft ook echt wel hebt laten zien dat je in de derde divisie mee kunt. Maar ja, het is gewoon een heel lastig verhaal als je elke week verliest. Ja, dan is het gewoon moeilijk. Dan heb je gewoon een keer een overwinning nodig om uit die spiraal te komen.